en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik ga eventjes nog wat aankopen laten zien die ik gisteren heb gedaan, omdat ik dat helemaal niet meer heb gedaan. Ik kom net uit de douche en dan ga ik eventjes mezelf opmaken, aankleden en haar doen. En dan ga ik richting Almere, want ik heb vandaag weer een shootdag voor nieuwe persfoto's. Ik ga even laten zien wat ik gisteren allemaal heb gekocht. Ten eerste waar ik het meest blij mee ben, dat is deze aankoop. Deze wilde ik al een tijdje en Noor wilde ze ook. En Noor had ze besteld via internet. En ik dacht, ik heb echt een hekel aan via internet dingen bestellen. Dus toen ging ik gisteren naar de Bijenkorf. En boven bij de Gucci stand, zeg maar, hadden ze niet meer. Ik liep naar beneden en daar heb je een in-store. En toen hadden ze nog wel. En ik denk dat veel van jullie ze ontzettend lelijk gaan vinden. Maar ik vind ze echt heel leuk voor in de zomer. Even kijken hoe ik dit eraf krijg. Ik kom net uit de douche, dus ik heb gewoon nog mijn handdoek om trouwens. Zo. En dan is hier de schoen. Ik weet zeker dat heel veel ontzettend lelijk gaan vinden. Maar ik vind dat echt heel leuk. Onder een spijkerbroek. Zo'n beetje licht verwassen spijkerbroek. En dan een wit blouseje erop of zo. I love it. Dus hier ben ik zeer tevreden mee. En ik heb ook nog een ander paar schoenen gekocht. Zo. Dus die ga ik ook eventjes laten zien. En dat zijn deze Vans. En deze heb ik eigenlijk al. Maar dan zonder een plateautje. En ik vond het zo heel leuk. Alleen ze hadden dus mijn maat niet meer. Dus ik heb een maat te groot genomen. Omdat ik ze zo graag wilde hebben. Dus, dat is dat. En ik heb gisteren bij American Vintage dit broekje gekocht. Deze zit echt perfect, dus daar ben ik heel blij mee. En ik heb ook, deze had ik gisteren aan. Wat is dit dan? Waarom zit het erbij? Oh. Een trui gekocht bij American Vintage. Deze vind ik heel leuk, die is heel oversized. Dan een wit blouseje die ik eigenlijk gelijk mocht gaan stomen omdat er alweer kreukels in zitten. Ik had dit shirtje gekocht en deze heb ik ook in het wit. Vind ik hele fijne shirtjes. En ik heb nog twee items gekocht bij Bobbi Brown. Een Nude Finish Illuminating Powder en een Shimmer Brick. Dit is al de derde keer dat ik zo'n Shimmer Brick koop, maar ze breken iedere keer. Echt super irritant. Ik vind het echt het meest fantastische product ever, maar ze breken gewoon en dat is echt... echt vervelend. Maar kijk even hoe mooi ze zijn. Hier word ik echt zo gelukkig van. Oh, I love it. Ik heb me even opgemaakt en ik ga mijn haar lekker daar laten doen, want daar heb ik geen zin in. Maar make-up wilde ik wel even zelf doen. Dit is de outfit die ik vandaag aan heb. Het is een trui van American Vintage. Mijn Louis Vuitton tas. Dat broekje van American Vintage. En mijn nieuwe Gucci schoenen. Dus ik ga nu richting Almere. Ik ben onderweg naar Almere en het is echt weer zulk lekker weer vandaag. En ik ben ook echt fan van die auto die ik nu heb als, als leenauto. Ik wil nu eigenlijk mijn eigen auto niet meer terug. Nou ja, eigenlijk wel, die mis ik ook. En er liggen zoveel spullen in die ik allemaal niet heb uitgehaald. En dat moet ik echt gaan doen. Tenminste, als ik hem terug heb, moet ik hem echt gaan schoonmaken en zo. Ik ben in Almere en mijn haar is net gedaan door Cindy. En Ruben is er ook. Tuurlijk ben ik er. En nu is Nessie bezig met zijn fotoshoot. Ik ga van deze muziek, man. Al mijn weeklijst is dit. Nerd. Ik ben even met Gio. En we gaan eventjes naar Almere stad. En ik ben hier nog nooit geweest. En het geluid! Oh, kijk deze plas. Jij kan zo lopen met je. Ja. Met mijn broek. Ik ben in de Bruna met G. En de Cosmo Girls uit. Zo leuk. Love it. Oh, dit is echt leuk. Huh. Dit is zo raar. Echt, dit is echt zo raar. I love it. Met me. Ja, dat is top. Oh, echt leuk. Oké. Okay. Ja, en hier heb ik nu gestaan. Ja. En liggend. Oh ja. Deze. Dan kom ik eigenlijk met twee auto's.
McDonald's gehaald, dus ik ben het gelukkigste meisje ever. Thank you! Deze zit lekker te mee. Kijk, en het zit apart hoor, dus het is helemaal apart. Te mailen. Oh. Wat dacht je dan? Te mekken? Te meuren. Te meuren. Stel eens hier te meuren. Dat is helemaal kinderen. Misschien moet Keis wat styling tips geven. Nee, maar ik totaal niet, man. Weet ik niet, ik kom hier om kleren te zoeken. Oh, jij nou? Ja? Jij nou? Hij heeft bestelling gedaan, helemaal? Ik kom hier om kleren te zoeken. Oh. Vanavond is voor niks award. Ja. Ik ga niet als ik geen kleren heb. Heb je geen dingen bij je, kretje bij je? Kretje? Ja, creditcard. Nee, maar wat is dat? Oh, oké. Heb je buit? Ik heb cash. Ja, heb je buit? Ja, tuurlijk. Oké, okay. Dan praten we. Dan kunnen we praten. Als je cash hebt, praten we. Ja, toch? Kom maar. Wat borg betalen? Ik kan best borg betalen, dat is geen stress. Oh ja. Doe je haar. Ik heb geen geld. Ja. Nee, je hebt niks meer. Kom dan. Ja? Oké, dank je. Ben je klaar? Nee. Alleen je haar in balans. Door Monica. Shit. Vind je Monica niet meer aardig? Hm? Jawel. Je durft niks te zeggen voor haar volgers. Ik vind Monica aardig als shit. Ik heb vandaag dus een shoot gehad. En ik ben ondertussen eventjes, omdat ik geen broeken had die pasten. Gio en Richie hadden allemaal XS broeken mee, maar dat pas ik obviously niet. Zijn we even naar de Zara gegaan en toen heb ik even wat geshopt. En waaronder deze outfit, deze nieuwe roze trui en deze broek met sterretjes. En ik vind deze echt super leuk. En nu ben ik onderweg terug naar Amsterdam, tenminste ik ben alweer in Amsterdam. En gaan we even eten, maar net had iemand McDonald's meegenomen. Dus nu zit ik eigenlijk helemaal vol. En nu gaan we naar Loetje. Oeh, mijn camera viel bijna. Nu gaan we naar Loetje met Sten en Paola. Dan kleed ik me om, want ik heb vandaag ook kleren gekocht voor vanavond. Want ik moet 2 FunX Awards uitreiken. Dus dan gaan we even lekker eten en dan naar huis klaarmaken. En dan FunX Awards. Wel zin in, wordt gezellig. Ik ben bij Loetje met mijn ouders, Stanley en Paola. En we gaan... Ja, mag ik nog een foto alsjeblieft? Dankjewel. En we gaan lekker eten. Yummy, yummy! Nu jij! Ah, schattig! Ik ben snel naar huis gegaan om even om te kleden. En even make-up bij te werken. En ik heb me nu omgekleed in dit jurkje. Met deze hakken. En ik ga nu met Stanley richting Paradiso. En dit is de hele outfit. Het jurkje is van H&M. Deze jas is van Arma. Tas Chanel. En schoenen van Zara. Dan is het nu tijd voor de uitreiking van de award voor de best DJ. En genomineerd in die categorie zijn... Dina. Freddy Maria. 2500. Lady B. Bitches call me clapping at the Brits, they rock that party squad. Bitches call me clapping. Best DJ. Nou, dan komt nu het moment van het kaartje opentrekken. De jongens van Supergaan hadden er al moeite mee, dus ik hoop dat het mij wel lukt. En de winnaar in de categorie Beste DJ is Dina! En de genomineerden in de categorie van Best Fun X Talent zijn... Niffy.
winnaar van de categorie Best van X Talent is geworden Pas Bezig. Stan en ik lopen weer naar de auto van de Phoenix Award. En we hebben allebei een award gewonnen. Van energie, want die hebben wij geschreven. Ik ben Ronnie. Ja, dan ben ik Frenna. Oké, okay. Ja, dat is niet anders, hè? Nee, dan is het niet anders. Nice. De beste song van het jaar. We hebben de beste song van het jaar en we zijn er hartstikke blij mee. Want we hebben de kaart aangewerkt, nacht in de studio. En ja, nu zijn we toch blij dat we echt die award op de kop hebben getikt. Eindelijk een award. Het is wel een prestatie, schat. Ja, echt. Echt zo blij. Jarenlang hard gewerkt. Ja. Oké, okay, we lopen nu naar de auto, want we zijn kapot van het winnen. Dit is echt niet normaal. Dat is wel echt kapot warm dit. Ja, het was super warm, dus het is eigenlijk wel lekker dat we nu buiten zijn. Oh shit, kijk hier nog meer vloggers. En hierachter lopen twee vloggers in het wild. Nee, nee, oh, ik heb hem nog niet getrokken, ik heb hem nog niet getrokken. Ik heb hem nog niet getrokken. Ah, shit. You're gonna. Dit is wel een Inception. Nu is het weer zeg maar Inception. Nice. Waarom ben je niet, bro? We hebben toch ook je camera? Hey, Q'tje. En Steffi en Belletje. Alles goed? Ja, met Jan. Goed, hè. Ik doe alsof ik jullie pas voor het eerst zie. Ja, inderdaad. We hebben elkaar heel de avond gezien. En vanmiddag ook al bij de shoot. Voor het eerst in de vlog. Ja, natuurlijk ook in jouw vlog. Hey, welkom in de vlog. Ik ben net thuis van de Phoenix Awards. En Matthijs is ook thuis. En hij heeft iets goeds gedaan. Namelijk... Merci gekocht. En snacks van de Smullers! Oh, heerlijk. Er zit er geen broodje bij? Nee. Echt niet? Oh, hij heeft deze twee fout gedaan. Ik had zin in een broodje gekeerd. Ja, je hebt toch geen broodjes? Nee, heb ik niet. Maar dankjewel. Echt wel, ja. Ik ga lekker slapen. Ik ben kapot. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je morgen weer. Doei. Ik dacht dat Matthijs een catsuit had.